Vind je die mooi? Ja, vind ik goed. Ik heb naar jou gekeken. Nee, dit is helemaal... Ja, eigenlijk wel. Ja. Scherp, hè? Kijk, dit is oké. Want vroeger had je het een beetje zo... Ja. Volgens mij zat het er heel nerveus zo overheen. Dit is goed. Oké. Dan heb je er gewoon bij neergelegd. Ik word kaal en klaar is Kees. Ja. Nou, dat is toch voor sommige mensen een probleem, hoor. Hier zit jij dan? Nee, ik sta. Oh, jij staat? Ja. Oh, jij zit nooit? Want je ging nou met de lengte, Harry. Oh. Weet over. Dat was ik even vergeten, ja, Dick. Nee, duidelijk. Nee, heb je gelijk in. Die heb je, nou, ik weet niet hoeveel maanden geleden gehad. Dat is voor Engeland, voor Engeland-Nederland. En sindsdien heb je niet meer verloren, hè, met dat ding. Jij zegt dat, Harry, dat klopt. Dat klopt, toch? Daar zit dit ook nog in, hè? Juist. Maar luister, in Orlando is het natuurlijk erg warm, hè? Dat klopt. Dus geen regenjas. Dus we moeten hem eigenlijk even eruit halen. Ja. En dan even in een Colbertjasje van jou stoppen. Maar wanneer wil je dat doen? Ja, nu, vast, voor Orlando. Nee. We hebben nog aanstaande dinsdag nog nodig, Harry. Wat, woensdag? Aanstaande woensdag, we hebben nog een wedstrijd tegen Ierland. Dus jij wil hem laten zitten? Ik laat hem zitten. Want het is mijn jas. Ik denk, ik haal hem er even uit en ik naai hem eventjes in een colbertje. Dan moet je het meenemen naar Orlando. Dat moeten we in Orlando doen dan? Ja. De mensen in Eindhoven, die zitten allemaal een beetje erdoor, dit seizoen. Nou, het gaat hier echt geweldig met de club. Dus ik zou willen voorstellen, als jij even iets opbeurends wil zeggen tegen Eindhoven. Nou, ik zal het doen. Persoonlijk begrijp niet zo die bezorgdheid van Harry. Fijn. Ik hoop in ieder geval dat jullie die ploeg steunen. Hey, Dick, ja, Dick, sorry. Je moet ze oppeppen. Ja, dat doe ik toch? Pep nou op die handel. Het komt allemaal goed, er is niks aan de hand. Het gaat nog goed komen met PSV, die Dick. Okay. Kom op nou. Nou, Harry zegt het weer en hij heeft er verstand van, hij is een voetbalkenner. Ja. Ik geloof ook dat alles goed komt. Dus juist, dat is beter, Dick. Dus die bezorgdheid is niet terecht van Harry. Nee, ja. Steun het elftal, want ze hebben het nodig aan het eind van het seizoen. Jullie komen nog bij de bovenste twee, zeg dat nou. Dat heb ik al gezegd, jullie komen echt bij de eerste of tweede plaats. Goed, nog veel succes dit seizoen, zeg je dan. Heel veel succes allemaal, steun die ploeg en doe het. Dat is goed, dat is goed. Okay. Dit was goed, Dick. Okay, mag ik nog een paar twijfelgevallen bij je neerleggen? Leg maar neer. Is het Blind of Koeman? Dat is een stomme vraag, vind ik een stomme vraag. Is het Gullit of Ronald de Boer? Ook een stomme vraag. Is het Taument of Overmars? Ook een stomme vraag. Is het Jonk of Wouters? Ook een stomme vraag. Wat je weet, dat ik daar toch geen antwoord op geef. Jij weet ook, net zo goed als ik, dat die discussies worden gevoerd natuurlijk op straat. In de cafés, mensen onder elkaar. Omdat Nederland altijd van het volk is. En dat is ook het leuke ervan. En Bergkamp zit eraan te komen. Die ontwikkelt zich goed, hè? Toch, dat moet jou toch? Ja, dat doet me deugd. Ik krijg steeds meer het benauwde gevoel dat Nederland heel ver gaat komen daar in Amerika. Dat gevoel heb ik al. Dat heb je al? Ja. Hoe ver? Ja, nou, wat dat betreft is het belangrijk dat we toch richting halve finale gaan, of niet? Daar reken jij op? Daar reken ik op, ja. Kijk maar, hier staat het weer. Waar gebruik je dit voor dan? Kan het graag bespreken. Het ziet er wel officieel uit, Dick. Het leuke is dat Ruben alles hier was zitten. Oh, het is net, hè? Nou. Ja, het is echt. Het is ineens Mr. Advocaat hier, hoor. Ja? Bestuurskamer van Glasgow Rangers, dat zie je. Die zijn ze nog een beetje mee bezig. Nee, dat is wel mooi. Schil met daar. Ja, kijk even goed. Ah, Dick! Ja. Kijk hier daar. Dus ze zijn bezig om met Dick te schilderen. En dat ziet er nog heel goed uit. Ja, dat ziet er goed uit, Dick. Oh, dan ben je voor altijd voor eeuwig. Voor altijd voor eeuwig. Jij bent hier zelf wel tevreden over, Dick? Nou, meer dan tevreden. Meer dan tevreden? Ja, dat was nog redelijk slank.